Goedendag, ik ben Julio Kruiden, kinder- en jeugdpsycholoog en namens UNICEF deel ik vandaag met jullie wat opvoedtips. Zelfvertrouwen in de tienerjaren legt de basis voor een prettig leven. Alle ouders kunnen hieraan bijdragen door, en dan kijken we naar de tips. Tip 1, laat tieners mee beslissen. Het geeft hen controle en verantwoordelijkheid, wat hun zelfvertrouwen versterkt. En het geeft hen ook een gevoel van waarde binnen het gezin en versterkt ook de band tussen ouders en kind. Tip 2. Ondersteun hobby's en interesses. Door hobby's te stimuleren, help je tiener bij het ontdekken van hun identiteit en passies. Verder biedt het stressverlichting en gevoel van prestatie, wat essentieel is voor een positief zelfbeeld. Tip 3. Moedig doorzettingsvermogen aan. Door tieners aan te moedigen bij tegenslagen, leren ze waardevolle vaardigheden, zoals veerkracht en zelfbeheersing. En deze vergroten hun zelfvertrouwen en dus meer kans op succes in het leven. Goedendag, ik ben Julio Kruiden, kinder- en jeugdpsycholoog en namens UNICEF deel ik vandaag met jullie wat opvoedtips. Zelfvertrouwen in de tienerjaren legt de basis voor een prettig leven. Alle ouders kunnen hieraan bijdragen door, en dan kijken we naar de tips. Tip 1, laat tieners mee beslissen. Het geeft hen controle en verantwoordelijkheid, wat hun zelfvertrouwen versterkt. En het geeft hen ook een gevoel van waarde binnen het gezin en versterkt ook de band tussen ouders en kind. Tip 2. Ondersteun hobby's en interesses. Door hobby's te stimuleren, help je tiener bij het ontdekken van hun identiteit en passies. Verder biedt het stressverlichting en gevoel van prestatie, wat essentieel is voor een positief zelfbeeld. Tip 3. Moedig doorzettingsvermogen aan. Door tieners aan te moedigen bij tegenslagen, leren ze waardevolle vaardigheden, zoals veerkracht en zelfbeheersing. En deze vergroten hun zelfvertrouwen en dus meer kans op succes in het leven.